Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben wakker, gedoucht en ik heb me omgekleed. Ik heb nu het hemdje aan van de Action die ik laatst kocht. En dan met zo'n bandeau BH eronder. In combinatie met deze. Meerdere mensen zeiden dat hij langer moet zijn, dus ik heb hem iets lager gedaan. Maar mijn taille zit niet zo laag. Mijn taille zit iets hoger. Iets hoger dan gemiddeld. Dus dan valt het, vind ik, net iets mooier boven. Dat ik dan iets slanker ben, want hier zit zeg maar verder. Trouwens moet de kast weer opruimen. En definitief alle truien en zo even boven leggen, want dat pak ik nu echt niet. Maar goed, dit is wat ik aan heb. Het is echt belachelijk warm vandaag, dus phew. Breakfast, muesli met amandelmelk. En op kantoor met Maggie. Brandalarm wordt nu getest. Yay! Mag, vertel. Ik ben geslaagd. Finally, ik heb mijn psychologie bachelor binnen, dus heel erg blij. En Mak is dus officieel psycholoog! Basispsycholoog, maar stil, psycholoog. Yay! Ik heb een master gaan doen, maar ik heb mijn bachelor binnen. Joepie! Yay. Ik ga heel even lunchen en oh, check dit. Zo lelijk, die streep van mijn BH van het weekend nog. Echt zonde. Nee. Nou ja, je ziet het op zich van voor niet, alleen ja... Ugh. Food! Die smoothies van de V&D. Zo lekker. Of de Laplace trouwens. Oh ja, vorige keer vielen er wat mensen over dat Mak eten voor mij had gemaakt terwijl de Ramadan bezig was. En ik had al gereageerd bij de comments, maar ik moet het toch even benoemen. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet alles film wat er gebeurt. En zij had eten voor mij gemaakt. Dus niet omdat ik haar eten liet maken, maar omdat zij zelf zei: Marsje, jongen, ik ga nu eten voor je maken. Ik wil het doen. En ik zei nog: maar je hebt Ramadan. Nee, ik wil het doen. En voor ik het wist stond er eten voor mijn neus. En zo is Makkie gewoon. Ze is super lief. En don't judge bij beelden waarvan je niet helemaal weet wat erachter zit. Want voor hetzelfde geld wil iemand. Ja, weet je, zij wilde het doen. En dat is super lief. En trouwens, zal ik het ook maar gelijk zeggen. Mak is gewoon in dienst bij mij. Heel veel mensen vragen zich af of ze stagiair is. Of dat ze dit vrijwillig doet. Nee, ze is al inmiddels al 2 jaar in dienst bij mij. Ze werkt gewoon voor mij. En ik betaal haar gewoon. En ze doet het onwijs goed. En ja. Ze is echt een topper. Kijk wat ik heb. Deze prullenbak komt bij Zenos. En ik zag hem een keertje en ik appte hem toen ook. Van check, deze prullenbak is zo perfect voor het kantoor. Er is ook een turquoise versie, maar ja. Die hield me heel erg in om die niet te kopen. Maar deze is gewoon beter voor het kantoor. Hij is zo awesome. Heel een beetje zwaar, maar ik loop gewoon. De upgrade van die naar die. Hij is wel erg fel hier. Damn it, niet eens gezien. Ik kan het ook niet terugdrukken. Nee, nou ja, boeien. We zijn bezig met een stageplan voor het komende jaar. Hoe we dat gaan aanpakken, wat we gaan doen. Omdat we wel echt met stagiaires willen werken. Mm-hmm. Dus we zijn nu alles aan het bespreken en het doornemen. Wat handig is en wat niet. Want ik heb best wel een heel erg verschillend weekrooster. Ik zit niet 5 dagen in de week op kantoor, Mak ook niet. Ja, ik ook niet. Maar je moet wel iemand goed kunnen begeleiden. Dus hoe doe je dat? Bepaalde dagen op kantoor zijn. Een stagiair kan meegaan naar afspraken bijvoorbeeld. Maar ook niet naar alle afspraken. Ik ben echt een moron. Ik heb zojuist... Oh, ik heb mijn vlog die morgen online moet komen. De vlog van vrijdag 3 juli. Geëdit tot aan 8 minuten, dus ik was best wel ver. En toen dacht ik, halverwege... Zeg maar, soms heb ik zeg maar een halve vlog... Ik importeer meestal 1 keer per week alles. En dan zit ik op de helft van een vlog. Is dan 1 dag, de dag dat ik het geïmporteerd heb. En dan, nou vorige week was dat dus dan vrijdag. En toen heb ik zeg maar deel 2 geïmporteerd. This was bound to happen. Laten we het erop houden, kort samengevat, dat ik alles kwijt ben. Tot aan wat ik nog op mijn kaartje had staan. En dat is vanaf 1 uur of 6. Oh man, ik ben het echt kwijt. Ik ben thuis, ik ga me heel even opfrissen, een beetje make-up opdoen, want wij gaan zo eten met Niels en Niels, superleuk. En kijk wel, ik zie dat ik een appje heb. In ieder geval een beetje make-up opdoen en dan bij Oni eten. Oh. Verse make-up die matcht bij mijn handtas. Wat is van mijn outfit? Kijken. Dit is mijn outfit, het tasje, deze hakken en dit verder. Kom. Scooter! Met Niels. En Niels. Sushi. Niels is
nieuws. Nieuws. En dan gaan we weer terug naar huis. Hey, ik heb mijn tanden al gepoetst en mijn gezicht gewassen. Ga lekker slapen. Het is 11:45, dus hoogste tijd om naar bed te gaan. Het was super gezellig net met etentje, met Niels en Niels. Ik filmde niet alles, want weet je, het zijn toch een soort van privégesprekken die we hebben, maar het was hier gewoon heel gezellig. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie morgen weer. Doei! Oh, ik heb mijn nagels dus vandaag wit gedaan weer, met Sally en Zalak. Jee of nee voor witte nagels.